Voor mij is het van belang dat ik vind dat de politiek zich bij het beoordelen of er sprake is van een doelgroep en van een stroming enigszins terughoudend moet opstellen. Maar met die kanttekening denk ik dat WNL kan worden toegelaten als aspirant omroep. Nou, ik ben heel blij natuurlijk. De minister heeft positief besloten. En dat is goed voor de leden van WNL die toch zich hebben aangemeld om dit mogelijk te maken. Het is goed nieuws denk ik voor het bestel zelf. Omdat het draagvlak voor het bestel natuurlijk daardoor toch verbreed wordt met een wat meer conservatieve stem binnen het bestel. Het is goed voor mensen die nog een baan zoeken, want we moeten helemaal opnieuw beginnen. En het is goed voor degenen die er hard aan gewerkt hebben dat het gelukt is. Want anders was ik hier toch wel op een andere manier naar huis gegaan. WNL heeft het voldoende aantal leden. Voldoet aan het criterium dat men echt iets nieuws wil toevoegen. Heeft dat ook kunnen onderbouwen. Heeft de ambitie om wat men dan aanduidt als de conservatieve stroming. / ondernemend Nederland, / ik geloof ook dat men noemde maatschappelijk teleurgestelden, om die allemaal te bereiken. Ik heb er wel bij aangetekend dat het een diverse groep is. Dus het wordt nog een hele kunst om die allemaal te bereiken. En ik wens ze daarbij veel succes. Wij zijn toch voornamelijk een omroep die, laat ik zeggen, conservatief Nederland wil aanspreken. En dat is een doelgroep volgens mij op zichzelf. En daar zullen ongetwijfeld maatschappelijk teleurgestelden bij zitten. En er zullen zeker ondernemers bij zitten. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat je over 5 jaar zegt, jullie hebben je werk goed gedaan. De VARA en bijvoorbeeld de Volksstand hebben aangegeven dat ze wat meer willen gaan samenwerken. En we hebben nu ook gezegd met de Telegraaf en WNL moet juist scheiden. Hoe verhoudt zich dat dan? Ik begrijp de vraag. Een omroep moet onafhankelijk zijn. Het mag niet een vertakking van een krant zijn of een onderdeel van een andere organisatie. Iets anders is dat een omroep en een krant best mogen samenwerken. Dus dat onderscheid moet je duidelijk maken. Ik kan me voorstellen dat dat nog even de vraag oproept, waar ligt dan die grens? Nou, daar zullen we met z'n allen nauwkeurig naar moeten kijken. Maar ik denk dat het verstandig is van WNL dat men zich personeel, organisatorisch, financieel nu volledig heeft losgemaakt van van de krant van Wakker Nederland. De minister zegt ook niet dat je niet mag samenwerken, denk ik. We zullen dat nog eens expliciet vragen de komende tijd. Maar hij zegt dat een Volkskrant of een Telegraaf geen omroep mag hebben en aansturen. En dat hebben wij ook gezegd als bestuur, als ledenraad, als raad van toezicht. Wij moeten echt onafhankelijk van iedereen kunnen opereren. Maar dat laat volslagen onverlet dat we met de Telegraaf, met Elsevier, met Financieel Dagblad mogen samenwerken. Dat gebeurt overigens al jaren binnen het bestel. Want toen ik bij de publieke omroep werkte, werkten we heel intensief samen met Elsevier, met de Telegraaf, deelde correspondenten. Dus dat is eigenlijk niks nieuws en dat mag ook. En de minister heeft ook gezegd dat hij dat wil gaan verruimen. Dus daar gaan we naar kijken wat hij daarmee bedoelt. En dan zullen we daar zeker ook gebruik van gaan maken.